Netherlands is has always been a spider in the web. Is the middle, the center of the dog business, and I think in the world. They die from the stress, or? Yeah, 1 hour. Holland is an exporting country, so they don't give a shit. De IFAW, een internationale dierenwelzijnsorganisatie, deed een groot onderzoek naar de puppyhandel. Ze ontdekten een grote internationale bende die hondenpaspoorten vervalst en massaal puppy's onder brute omstandigheden fokt. Maandenlang volgden ze de puppy's van de nestjes in grote Oost-Europese puppyboerderijen tot aan de grote handelaren in Brabant. Ze volgden de chauffeurs die wekelijks met vrachtwagens en bestelbusjes honderden puppy's uit landen als Polen, Roemenië en Hongarije naar Nederland brengen. Wauw. In Nederland komen ze eerst terecht bij de grote handelaren. Die verkopen een deel van de hondjes zelf. Maar het leeuwendeel wordt door kleine handelaren verkocht via het internet. The most of the dogs we get, they come in Friday. Friday afternoon, in the afternoon, my veterinarian comes here, he checks all the dogs. So we put it on a, yeah, each week the same day. It's easy for us for working. Yeah. All my my regular clients, they come Friday afternoon. Yeah? And next day they're on the internet. In Holland it's easy. Everybody does it.